Yo mensen en welkom bij een nieuwe geschiedenisvideo. Vandaag gaan we het hebben over het Franse pretpark, Park Asterix. Een fantastisch mooi pretpark die vandaag de dag een hoop goede attracties heeft staan. Dus we gaan eens zien hoe het park zo ver is geraakt. In de wereld van Asterix zijn de eerste ideeën van het attractiepark door Albert, Uderzo en René Goscinny te zien. Bij een getekende kermis in de uitgave van Asterix Strip, getiteld De Strijd van de Stamhoofden uit 1966. Op de Floralix, een bloemexpeditie in Orleans in 1967, werd er ook een geheel dorp in thema van Asterix gebouwd. In datzelfde jaar hadden Uderzo en Goscinny de autorisatie gegeven voor een themapark naar Asterix, vlakbij de luchthaven van Nice. Het park draaide uit op een fiasco en moest al snel de deuren sluiten. In 1977 was Goscinny overleden en een aantal jaar later, in 1981, was Albert Uderzo naar het Disneylandpark geweest in Californië en was geïnspireerd en gemotiveerd om nogmaals de rechten van Asterix te verlenen voor een themapark in Frankrijk. Park Asterix opende dus in 1989. Geïnspireerd op de kastelen uit de Disneyparken, heeft Park Asterix een 7 meter hoge berg van de Grand Splash, waarop Asterix zit bij aankomst van het park, de gasten tegemoet ziet. Le Grand Splash was dus een van de eerste attracties van het park, een Intamin Supersplash met 2 drops en een hele vaartocht. Nog een attractie die van de beginjaren aanwezig was, was de Rabbit River. La Descente du Styx, tegenwoordig Romus et Rapidus. Verder waren er al themagebieden via Antica, Le Village d'Astrix, L'Empire Romain en La Rue de Paris. Nog een attractie die van de beginjaren aanwezig was, was de rondvaart La Ballade d'Astrix. De dolfijnenshow in het Poseidon Theater was van 1989 aanwezig, tot een aantal jaar geleden. Nu vinden we op die plek een dive show. Nog iets dat van het eerste jaar aanwezig was, was de kinderachtbaan La Ronde des Rondins. Dit was een Tivoli Small van Zierer. Een gelijknamige achtbaan hebben we in Walibi België gekend, de Keuverbaan, die in 2017 werd gesloopt. In Park Asterix werd deze achtbaan in 2013 gesloopt en is hij verhuisd naar een ander pretpark in Frankrijk, namelijk Frappertwee City. Daar rijden nu tot op de dag van vandaag zijn toeren gewoon onder dezelfde naam. En de grootste blikvanger die het park in 1989 opende was achtbaan Goudrix. Een Vekoma achtbaan met inversies, maar liefst 7, waarvan een aantal uniek is zoals de Butterfly en de Batwing. Deze achtbaan staat tot op de dag van vandaag ook nog altijd in het park, heeft met de jaren wel een nieuw kleurschema gekregen, maar de achtbaan zelf staat al sinds de beginjaren in het park en was destijds een van de achtbanen met de meeste inversies. Het park was vanaf het allereerste jaar eigenlijk al immens populair onder de Franse bevolking en het eerste jaar ontving het park 1,3 miljoen bezoekers. Het maakte wel een financieel verlies omdat de verwachte 1,8 miljoen bezoekers niet werd gehaald. Een jaar later, in 1990, bouwde Zierer nog een kinderachtbaan in het park. Dit keer geen Tivoli Small, maar een Tivoli Medium, oftewel een enkele acht. Deze hoort vandaag de dag bij het themagebied Egypte, maar destijds bestond het themagebied nog niet en heeft die achtbaan ook meerdere namen gekend. Hij opende als Trans Averne, in 2002 werd de naam Periferix en in 2011 werd de naam SOS Numerobis. Deze achtbaan heeft trouwens ook niet altijd op de locatie gestaan waar hij nu staat. Pas in 2015 verhuisde de achtbaan naar zijn huidige locatie. In 1992 opende ook de grote nabijgelegen concurrent Disneyland Parijs. En dit was een dieptepunt qua bezoekersaantallen, met iets minder dan 1 miljoen bezoekers. Het laagste bezoekersaantal van het park tot de coronapandemie in 2020, 28 jaar later. Opnieuw werd er gevreesd voor een faillissement. Park Asterix voegde zich in 1993 bij de Great European Theme Parks, samen met Europa Park in Duitsland, Alton Towers in Engeland, Liseberg in Zweden
en de Efteling in Nederland. Rond die tijd zouden er ook pogingen gedaan zijn door de Efteling om Paragastrix over te nemen. Echter, het tij keerde voor het park, doordat Paragastrix de Franse cultuur benadrukte, wat de Fransen meer aansprak dan de Amerikaanse aanpak van Disney, wat men terugzag in verbeterde bezoekersaantallen. 5 jaar na de oprichting, in 1994, werd het gebied Le Gris Antique geopend en was het park voor het eerst winstgevend. In samenwerking met de Efteling is dat jaar een pratende prullenbak gemaakt met de techniek van Hollebolle Guis. In 1994 werd er wederom een zierer achtbaan in het park gebouwd. Dit keer geen Tivoli Small, geen Tivoli Medium, maar een costume zierderbaan. Le Vol d'Icare, oftewel de vlucht van Icarus. En dus een kostuumbaan. Deze werd eigenlijk speciaal ontwikkeld. Dit is niet zo'n basic achtbaan zoals de Tivoli Small, Medium en Large. Het park werd in de loop der jaren verder uitgebreid door verdere investeringen. Zo werd een grote investering gedaan in 1995 met de boomstamattractie Menhir Express van Hopkin Rides. Een hele goede loftflume met 2 goede natte drops, waarvan de ene speciaal is, want er zit een airtime heuvel in. In 1996 kwam er een nieuwe show, Mes Bas sur la Joconde. Ja, sorry, mijn Frans is niet zo goed, dus ik zal in deze video nogal veel namen verkeerd hebben uitgesproken. In 1997 werd er een houten achtbaan gebouwd, de Tonnerre de Zeus. Toen de tijd de grootste houten achtbaan van Europa. Hij is gebouwd door Custom Coaster International destijds. Hij heeft een paar jaar geleden een groot onderhoud gekend, maar daar kom ik straks op terug. Vandaag de dag is hij nog altijd een van de langste houtuigbanen van Europa. Alleen de Coaster Express in Park Warner Madrid en de Colossos in Heidepark zijn nog langer. In 1999, tijdens het 10-jarig bestaan van het park, werd het eerste hotel in gebruik genomen. Samen met de budgetvriendelijke Spinning Rapids Ride L'Oxygenarium, waar het park een T-Award voor ontving. Het is verder een whitewater, watergeluidbaan eigenlijk, met grote ronde boten. In 2001 werd de bobsleebaan gebouwd, La Trace du Hura van Mack Rides. Eenzelfde type achtbaan stond al veel langer in Europa Park zelf, en bijvoorbeeld ook Heidepark heeft zo'n bobbaan gebouwd. Alleen deze bobbaan en die van Heidepark zijn toch een heel stuk langer als die standaard bobslee die Europa Park heeft staan. Vindt ze zelf een stukje beter dan die van Europa Park. Een hele mooie achtbaan met veel bochten en helixes, ruime zittingen, dus het is een prima achtbaan om te doen. Vanaf 2002 is Compagnie des Alpes de volledige eigenaar van het park. Na overname van Griffin en Compagnie SA, ook in 2002 werd zoals bekend het Walt Disney Studio Park gebouwd, naast Disneyland Parijs. Maar deze keer had het geen ingrijpende gevolgen voor de bezoekersaantallen van Paragastrix. In 2003 opende het Transdemonium, het spookhuis van het park. Deze werd gebouwd door WGH Transportation Engineering. Deze leek eigenlijk meer op zo'n kermisspookhuisje. Het waren eigenlijk kleine achtbaantreintjes, geschikt voor 8 personen. En ze reden door verschillende angstaanjagende scènes, terwijl ze werden omringd door special effects, geluidseffecten en animatronics, of misschien beter marionetten genoemd. Deze attractie heeft tot 2018 gedraaid, omdat er een ongeluk is gebeurd met deze attractie. Het was in het begin nog niet gezegd dat hij niet meer ging opengaan, maar uiteindelijk in 2019 werd hij wel volledig gesloopt. Helaas. Alleen de ingang is nog aanwezig. In 2008 werd er een madhouse gebouwd. En voor de verandering niet gebouwd door Vekoma, maar door Mack Rides. Vergelijkbaar met de madhouse van Europa Park. En dus in 2008 opende dus de Davy de César in Paragastrix. Een extreem origineel ontwikkelde madhouse. Allemaal voorshows, wel een stuk of 4 voorshows, om dan uiteindelijk in de hoofdshow terecht te komen. En de hoofdshow is verder ook niet slecht. Deze madhouse die draait goed rond. Alleen helaas, toen corona uitbrak, werden alle voorshows niet meer gebruikt. En zelfs nu, anno 2023, worden de voorshows nog altijd niet gebruikt. Het is nu gewoon simpelweg de hoofdshow en de attractie is gedaan. Heel spijtig vind ik zelf. Ik hoop dat de voorshows ooit nog eens terugkomen.
Zoals je hebt gehoord, van de jaren 2000 tot 2010 zijn er niet zoveel investeringen gedaan. Maar dat geldt niet voor 2010 tot 2020, want toen zijn er heel veel investeringen gedaan. In 2012 opende het themagebied Egypte met als grote blikvanger de omgekeerde achtbaan Osiris. Een achtbaan van B&M. Een achtbaan dat 20 miljoen euro heeft gekost. En was toen de duurste investering die het park ooit gedaan heeft. In 2014 werd La Forêt, die de Fix ingericht, geschikt voor de jongste bezoekers. Want het is een themagebied vol met kinderattracties. In 2016 werd een skybar, Laro Laf, in het park geplaatst. De omzet van deze bar is geen onderdeel van Park Asterix, maar verloopt via zelfstandige uitbaters. Het is dus eigenlijk een bar gecombineerd met een uitkijktoren. Dus je stapt in, je gaat omhoog als een uitkijktoren en ondertussen kun je iets drinken. Wel tegen betaling uiteraard. In 2017 breidde het Griekse gebied uit met de achtbaan Pegas Express. Een stalen achtbaan voor de families van Gerslauer. Een vergelijkbare achtbaan is de Dragonfly in Duinrel of Wakala in Bellewaerde. Alleen is deze Pegas Express toch een stuk langer en heeft deze ook een achterwaarts gedeelte. Een geweldige familieachtbaan vind ik zelf. Mooie investering voor het park. In 2018 werd het tweede 3-sterren hotel gebouwd. En 2 jaar later een 4-sterren hotel. In 2020 werd er een snelpas toegevoegd. Dus sinds dat jaar kun je, zoals in Walibi Fantasialand, Disneyland, Moviepark, noem maar op, dus ook voorsteken bij de attracties tegen betaling. Van 2020 tot 2022 heerste dus de coronapandemie en heeft het park een tijd zijn deuren moeten sluiten, zoals elk park ter wereld. En dit waren, zoals in alle parken van de wereld, de donkerste periodes van hun bestaan. In 2021 werd, zoals ik eerder deze video al zei, Tonder de Zeus serieus opgeknapt. De achtbaan was niet de meest soepele achtbaan. Dus werd er besloten om deze achtbaan een retrack te geven. Alleen, deze retrack die kon niet meer gelegd worden door Custom Coaster International. Want deze bouwer is lange tijd geleden failliet gegaan. Dus werd de retrack gegeven door een totaal andere bouwer. Namelijk de Graffiti Group. De Graffiti Group is ook gespecialiseerd in het maken van houten achtbanen. Wel kleine versies, maar wel houten achtbanen van goede kwaliteit. Dus ze hebben het ook weten te klaren om van Tonnerre de Zeus een soepele achtbaan te maken. De layout is ongeveer hetzelfde gebleven. Er is alleen in mijn ogen juist een helix verwijderd. En aan het einde van de baan, vlak voor je de laatste helix ingaat, dat stuk is ook anders. Dus de baan is eigenlijk een klein beetje korter geworden. En er is nog een verwijzing naar de oude Tonnerre de Zeus. Want er is nog een klein stukje van de helix overgebleven. En daar staat een oude trein van deze achtbaan. Als tentoonstelling naar het verleden. Want nieuwe treinen zijn er ook op gezet. De Graffiti Group heeft nieuwe treinen geleverd. De baan is hier en daar wat meer overbanked geworden. En het speciaalste van allemaal is de backseat. Want deze achtbaan is tegenwoordig alleen op de laatste rij ook achterwaarts te beleven. Zo'n beetje te vergelijken met de Fury van Bobbejaanland. In het begin was achterwaarts tegen betaling, maar vandaag de dag is dat gewoon met entreeprijs inbegrepen. Dit is een geweldige makeover geweest. De naam van de achtbaan is ongeveer hetzelfde gebleven, alleen vroeger was het Tonnerre de Zeus en nu is het Tonnerre de Zeus, dus de van twee. Dat is het verschil. En in 2023, oftewel dit jaar, werd er een heel nieuw themagebied gebouwd, rond de Bobbaan. Le Festival de Toutatis. Hier kwamen dus 2 nieuwe attracties. Een Zamperla Nebula's Molen. Een attractie die de laatste jaren nogal veel wordt gebouwd. Waaronder ook Bellewaerde heeft dit jaar zo'n attractie aangeschaft. Maar de grootste investering van dit jaar was de Blitzcoaster Toutatis. Een lanceerachtbaan van Intamin. Een beetje te vergelijken met Taron, ook een Blitzcoaster. Alleen heeft deze ook een triple lounge effect, zoals de Fury of Star Trek en dat soort achtbanen. Verder gaat deze ook over kop, dat gaat Taron ook niet. Maar het zijn wel allebei Intamin banen en ze hebben dezelfde type treinen. De Toutatis is verder ook de hoogste en snelste achtbaan van Frankrijk geworden.
en de beste achtbaan van Frankrijk ook, want deze achtbaan was echt de moeite. En met 28 miljoen euro de duurste investering van het park. Dus nog duurder dan de Osiris. En zo zijn we bij de dag van vandaag aangekomen. Het park is van de beginjaren immens populair geweest. En is alleen maar populairder geworden. Het park is natuurlijk helemaal gethematiseerd naar Asterix en Obelix. En Asterix en Obelix is in Frankrijk eigenlijk nog een stukje populairder dan hier in België of in Nederland. En ja, dat verklaart waarom het park zo goed is geworden. En niet alleen wat de thematisering, de afwerking betreft, maar het zijn ook gewoon de attracties. De attracties zijn ook gewoon goed. Dus alles wat ik kan zeggen is, als je misschien eens naar Disneyland gaat, want Parc Asterix ligt slechts 35 kilometer ten noorden van Parijs. Dus ga je ooit eens naar Disneyland of zo, het is prima te combineren met Parc Asterix. Een dag of twee naar dit park is zeker de moeite. Maar voor nu zeg ik, bedankt voor het kijken van deze geschiedenisvideo. Like deze video als het plezant was. Abonneer op mijn kanaal en dan zeg ik tot de volgende video op Brave Rides. Ciao.